Voor mij gaat die voorstelling heel erg over historisch besef. Dat je ergens vandaan komt en dat als wij ons voortplanten, dat je dan ook ergens naartoe gaat. Ik verwacht dat het net als het vorige stuk echt een heel puur verhaal gaat worden. In een dorp hier heel ver vandaan staat een huisje met één kamer. Ik verwacht heel veel. Hij heeft een geweldig talent. Heel duidelijk wat hij wil vertellen. Een voorstelling waar hele oude verhalen naar voren komen. De verhalen van zijn vader. Ik ben vol verwachting, maar ik hoop dat ik er ook wel weer van ga genieten. Zeker weten. Hey Nas, als Nederland nou tegen Marokko zou moeten voetballen, hè? Stel, WK-finale. Voor wie ben je dan? Ik vond Oemi al heel mooi, maar dit is wel next level mooi. Ik wil niet in een land leven waarbij ik bang moet zijn dat mijn kind wordt gezien als lid van een groep die het voor iedereen verpest. Ik vond de voorstelling waarin je meegesleept werd door een heleboel emoties. Hij maakt stappen van zijn eigen leven naar het leven van zijn vader naar zijn familie, zijn omgeving waar hij vandaan komt. En dat brengt hij allemaal bij elkaar in één heel belangrijk rond verhaal. Ja, overweldigend. We moeten met dit land gewoon samen wonen, samen er ook iets van maken. En ik zag jouw moeder daar zitten met jouw zus in haar armen. Het mooie is dat op de een of andere manier zijn stukken heel vaak echt de tijd raken. En dat is bij deze natuurlijk al helemaal, dat je gewoon voelt aan alles. Dit is wat nu heel belangrijk is. En niet alleen als je zoals hij echt gewoon direct mee geconfronteerd wordt, maar ook gewoon als je in Nederland leeft. Het is een belangrijke voorstelling. Het is theater en het is hartstikke realistisch ook. Het is nu. Dit is Mohand Tja. En Mohand Tja is mijn vader.